Ik had op het Libanon Lyceum in Rotterdam een blind date. 28 leerlingen en ik waren voor een uur of twee aan elkaar beloofd. Ik had een assistent bij me die onmiddellijk zei, dit is een poëzieproject, maar poëzie, dat vinden jullie toch een cool, right? Dat vinden jullie toch gewoon onbegrijpelijk en saai. Er was wat gemurmel in de klas, we kregen direct een paar antwoorden, zoals, ja, een gedicht bestaat uit maar 5 zinnen, dit zegt Elin, waar je vervolgens een halve middag naar moet staren. En nou, bijvoorbeeld Abdullah zegt, ja, ik vind het vervelend om iemands gedachten te lezen die er op papier uitzien als de waarheid, die duidelijk zo cliché zijn dat ik me in ieder geval buitengesloten voel. En ja, Denise zegt dan nog, poëzie echt, dat is toch dat met al die regeltjes over ritme en elegie en rijm en zo. Echt alsof het een heel vies bord eten was, dus wij konden los. Het is 4 VWO. Ze zijn gewend aan nadenken, ze zijn getraind in lessen om hun eigen mening uit te spreken. Maar ze zijn niet heel erg gewend aan praten over poëzie. Dus wij hadden 2 gedichten meegenomen en we wilden er eigenlijk met een methode van Tanja Jansen, een soort vragenderwijs verkennen van een tekst, dat noemt zij dialogisch leren, wilden wij dat proberen met gedichten. Zij heeft die methode eigenlijk ontwikkeld voor het lezen van proza, korte verhalen. Wij hebben hem eigenlijk getoetst aan de hand van de gedachten. Leerlingen krijgen vragen, of leerlingen krijgen de gelegenheid om vragen te stellen. Zij zijn de detective van het gedicht. Zij krijgen de steekwoorden wie, wat, welke, waar en waarom. Daar kunnen ze gebruik van maken om eigen vragen te formuleren. En wij lezen en brengen de teksten zodanig dat zij de tijd krijgen om over vragen na te denken. En de vragen die in hen opkomen, gaan ze op een gegeven moment met elkaar over praten, maar dan wel zo dat ze samen kiezen wat was nou eigenlijk de allerbelangrijkste vraag die ik aan het gedicht zou willen stellen. De gedichten die wij hebben gelezen, en dat deden we eigenlijk in enorme rust. De leerlingen deden hun ogen dicht, de leerlingen lieten een beeld in zich opkomen en schreven daarna hun vragen op. Die zijn van Lars Gustafsson. Ene heet Bos onderweg, de andere van Maarten Doorman, die heet Kap. Dus nou, het suggereert al, gaat over bomen en kap. En ze mochten ze vergelijken. Het eerste gedicht gaat zo. Bos onderweg, Lars Gustafsson. Iedere nacht, klokslag 11, komt het dode bos voorbij. Zorgvuldig verzaagd en gestapeld op de vele treinwagons. De trein is lang, heel lang. Eens zong de aanwakkerende wind door alle kruinen van zijn bomen. En dan het gedicht van Maarten Doorman, heet Kap. Dat is een, ik denk dat het in zijn debuutbundel stond. Ze braken het bos af. Boom voor boom gingen ze tegen de grond, de dennen. Zo klein als ik was, keek ik plotseling doodgewoon over hen heen. In het nieuwe licht rezen wijken op. Wegen kwamen en gingen overal naartoe. Die sloeg ik dan ook in de bomen achterna. Nou, toen hebben de leerlingen eigenlijk aan de hand dus hier van een aantal vragen gemaakt. Waarvan er eentje is, dat was Aisha, heeft een volgeladen trein met dode bomen met de geschiedenis van Europa te maken. En Amber vroeg zich af, zijn de bomen soms mensen? Gaan ze naar concentratiekampen? Ja, er was een jongen die vroeg zich af, waarom is het eigenlijk zo stil in dat gedicht, terwijl het gewoon nooit ergens stil is? Dus dat waren de vragen die zij eigenlijk kozen als de kernvragen. En we gingen niet direct naar antwoorden zoeken. Het werd stil en ineens zei Erik tegen mij, mevrouw, vindt u ons onverschillig? Nou, het antwoord laat zich raden.